Good morning. Goedemiddag. En good evening. Goedemorgen, goedemiddag. Goedenavond. Ja, we doen geen goedemiddag. Dus oh. Het is bonjour, au revoir. Hi, ik ben Marloes, Marloes van Beek. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Sassheim. En ik ben op het moment vierdejaars aan de lerarenopleiding Engels hier op de HVA. Hoe ik bij deze opleiding terechtgekomen ben, is eigenlijk zo dat ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in het leraarschap. Ik wilde heel graag voor de klas komen te staan. Ik vind deze plek heel comfortabel. En wat ik heel leuk vind is om de relatie met kinderen aan te gaan. Om te kijken waar we naartoe kunnen, wat er in ieder kind zit. En eigenlijk was Engels voor mij ook wel een uitdaging. Dus ik heb Engels gekozen als een uitdaging voor mezelf. En het leraarschap iets waarvan ik zeker wist dat ik het leuk ging vinden. En deze opleiding biedt heel mooi iets van allebei. Ik denk ten eerste als je hier de opleiding binnenstapt, dat je je ervan bewust moet zijn dat de opleiding uit twee grote componenten bestaat. De opleiding is niet alleen Engels leren, de opleiding is ook niet alleen leraar worden. De opleiding is een combinatie van die twee en je moet zeker weten dat je ze allebei wil. En wat ik vooral heel fijn vind aan deze opleiding hier op de HVA, is dat het ons ook de kans heeft geboden om onszelf op andere vlakken ook nog te ontwikkelen. Zo is er sinds vorig jaar een studievereniging opgezet. En is dat iets wat heel erg leeft, waar je studenten van andere jaren en andere tracks leert kennen. En daar heb ik ook zeker wel wat aan gehad. Ik ben Josephine Zweep. Ik werk sinds 2012 in de opleiding de Master Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben ook de coördinator van die opleiding. Ik denk dat het belangrijk is voor een docent dat je het leuk vindt om dat te doen. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je iets met die leerlingen hebt, want volgens mij, in mijn visie, ben je wel echt een docent voor die leerlingen. En het is vooral belangrijk dat je ervan houdt om dingen uit te leggen en dat je ook van je vak houdt, zodat je je vak aan die leerlingen wil uitleggen. En dan is het volgens mij het mooiste beroep dat er is. En hoe ben je docent Nederlands geworden? Hoe ben je erop gekomen? Ik heb Duits gestudeerd. En toen ben ik aan de UvA bij Nederlandse taalkunde gaan werken, omdat ik daar onderzoek deed naar contrasten tussen Duits en Nederlands. En zo ben ik op de HVA weer bij Nederlands binnengekomen. En nu in de toekomst dus misschien ook bij Duits. Het leuke is dat het echt een nieuwe opleiding is. Helemaal vers, maar wel met een hoop ervaring van wat in het verleden goed bleek te werken. Naast de hele reguliere opleiding en het reguliere programma, kun je dat reguliere programma vaak ook flexibel doorlopen. En zeker bij Duits is dat denk ik heel erg belangrijk, omdat je ook als native speaker voor een opleiding, dus als moedertaalspreker van het Duits, voor een opleiding hier zou kunnen kiezen. En dan krijg je een soort programma op maat, waar je bepaalde onderdelen uiteraard wel moet doen of juist nog nodig hebt en andere onderdelen voor jou minder van belang zijn. Nou, ik ben Rémi Vialard. Ik volg hier een Frans leraaropleiding, tweede graads. Ik zit in het eerste jaar. Ja, waarom docent opleiding Frans? Ja, Frans omdat ik Frans ben. Dus mijn idee was om docent te worden. Ja. En om zo snel mogelijk voor de klas te gaan staan. Frans leek toch de kortste weg voor mij. Je doet ook de opleiding versneld? Ja, versneld. Vanwege mijn Frans afkomst heb ik toch vrij veel vrijstelling gekregen. En ik kreeg de kans om de eerste en de tweede jaar van de opleiding in één keer te doen. Met hoeveel mensen zit je in de klas? Nou, dit jaar, het eerste jaar, we zijn meer dan 20 mensen, 223 mensen. Dus het is behoorlijk veel. 11 mensen die gaan proberen de twee jaar in één te doen. Dat zijn dan best wel verschillende leeftijden, toch? Ja, ook hele verschillen in de manier van zijn in de klas. Ja. Ik merk dat de mensen van de voltijd zijn wat jonger. En wat, hoe zeg je dat, spelers in de klas. Ik ben Javier Sanchez. Nou, ik volg hier de opleiding Engels. Het is kleinschalig onderwijs. Dat betekent dat we onze eigen verdieping hebben. En gewoon een klein team aan docenten. Ik kom vanuit het VMBO. Mm-hmm. Ik heb mijn MBO niet kunnen doen, omdat ik het niet uitdagend genoeg vond. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de 21-plus toets te doen op het HVA. Alsnog om wat uitdagender opleiding te kunnen volgen. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat ik het belangrijk vind dat alle jeugd de kans krijgen die ze nodig hebben. En ik zie mezelf later als docent om de leerlingen te helpen om meer uit zichzelf te halen en ze te motiveren om uiteindelijk door te gaan naar het HBO en naar de universiteit.
Nou, er is een groot verschil tussen alleen de taal leren en docentschap. Als docent ben je er voor de leerlingen en om leerlingen en de jeugd te helpen naar een betere toekomst. De taal alleen is niet, is niet het belangrijkste punt als het gaat om deze opleiding. Als je de taal leuk vindt, zou je zeggen, je kan ervoor gaan. Maar als je voor deze opleiding kiest, moet je echt het hart hebben om met de leerlingen te kunnen werken. Starten met de opleiding is altijd een grote stap. En dat weet de school ook, dus je krijgt goede begeleiding daarvoor. Je spreekt al een heel jaar door alleen maar Engels en Engels. En dan gaat je Nederlands opeens goed. Ja. Bye. Doeg. Au revoir. Auf Wiedersehen. En goodbye. Doeg. Godsnaam, doeg. Oké. Okay.